Yo mensen van de David Kim, de King 77 NL hier! Met de commentary hier op Interchange Regular Domination. Ik speel hier met Fissionator. We zijn hier aan het warm draaien voor onze Bro-up serie die we ook op DDG uploaden. En een warm draaien, daar zijn we gewoon eigenlijk wel echt van een mo-up en een try-hard. En dan speel ik op een ACR en sowieso op Interchange. Is dus een ACR wel een slim wapen om het zomaar te brengen. Het is sowieso natuurlijk een van de beste wapens die er is. Misschien wel een van de beste wapens ooit. Een van de beste wapens ooit qua assault rifles in een Call of Duty game. Het is gewoon een wapen waar je snel naartoe neigt als je op een map speelt waar gewoon veel snipers zitten. Interchange is natuurlijk echt een sniper map. We spelen hier regular, dan is het op zich nog wel te doen om met een ander wapen te spelen. Dat je niet 9 tegen 9 speelt en niet 9 snipers in de gaten moet houden van de tegenstanders. Niet het 9 man sniper. Maar ik heb het wel eens meegemaakt op Ground War dat je hier gewoon tegen 5 tot 7, 8 snipers speelt. Dus dat gewoon 1 of 2 mensen maar niet snipen bij de tegenpartij. En dan is het lastig, dan heb je echt heel veel aan je ACR. Deze video zal ook bestaan uit wat de tips over mensen die nog geen mo-op gehaald hebben. Ik haal hier geen mo-op en dan denk je, nou, dat is ook slecht. Geen mo-op tips geven in een game waar je geen mo-op haalt. Maar dat komt. Ik speel eigenlijk Call of Duty dit moment alleen maar live. En alleen de warmdraaipotjes kan ik een commentary over geven. De rest is dus gewoon live. Het gaat online. En ik haal er veel. Ik heb er een stuk of 14, 15 gehaald nu. In 2 weken, 2,5 week tijd. En het is allemaal live. Dus het is natuurlijk eigenlijk best wel veel. Want ik speel dus alleen maar kort als ik live opneem. En het kan zijn solo met live op maandag op mijn eigen kanaal. Het kan zijn bro-up met Fish. Waar ik er al 5 heb gehaald van de 10 afleveringen. En het kan zijn met de nerds, party nerds op mijn kanaal ook. Waar ik er ook 5 heb of zo. Dus het gaat live op maandag gehaald. Het gaat lekker. Ik haal gewoon lekker van mobs. En dat heeft niets te maken wat sommigen zeggen met, je komt alleen maar noobs tegen, omdat niemand speelt deze game meer. Ik merk dat het gewoon meer gespeeld wordt weer. Als je ook gaat zoeken, dan vind je heel snel gewoon nog steeds lobby's op de Xbox 360. Ik speel dit op de Xbox 360. En het is eigenlijk nog steeds een goede game die goed speelbaar is. Met name waar ik het over wil hebben, ook dat zag je misschien in de titel al, hackers. Ik merk dat er gewoon minder hackers zijn. En het werd aangekondigd door Infinity Ward, door Activision, dat dus de MW-games, de oudere MW-games, MW1, MW2, MW3 en Modern Warfare staat het voor, die zouden worden gepatcht. Je ziet het anders hier wel op een streak zitten en ik zit zo meteen, geloof ik nog maar blind, ik las dat de bullshit tegenkrijgen, weet ik niet meer zeker, ga ik zo wat meer over vertellen. Nou, het is gewoon, valt me op dat er gewoon minder hackers zijn. Het was gewoon bij ons op een gegeven moment Ground War, hoe ging die trouwens dood, joh? Maar ja, met Ground War is het echt zo dat je de laatste tijd gewoon, kregen we in bijna elke lobby zat zo'n hacker op Ground War. Dus niet te spelen, zelfs regular. En het is aangekondigd door Microsoft dat het gepatcht zou worden. En het is er ineens niet meer. Misschien hebben ze het dus, misschien dat iemand het weet ook en in de comments achterlaten dat ze het niet gepatcht hebben via een title update. Dus dat je echt zo'n melding krijgt als je je game opstart van er is een update voor deze game. En dan moet je eerst die update installeren en dan kan je pas verder gamen. En online. Misschien is dat het wel geweest dat ik die gemist heb, maar dat is het niet, want dan zou ik het echt wel geweten. Of Jamie heeft de game opgestart, dat ik het niet doorgehad heb. Maar Fish is het ook niet opgevallen, dus dan heb je nog een andere manier van updaten. Dat is een server update, en dat ze het gewoon via de servers geüpdate hebben. Dat kan ook zo zijn, dus dat is geen title update. Dat is het denk ik ook gewoon, hoor. Want ik kan me niet voorstellen dat de laatste, nou, ik denk 3-4 avonden dat wij spelen, dat er geen één hacker tegengekomen zijn. Mensen die niet weten wat een hacker is. Een hacker is dus iemand die invisible is, die dus niet te killen is en niet te zien is. Je ziet alleen zijn naam, zijn rode letters in beeld, af en toe door de map en ook af en toe, niet continu. En het is echt gamebreaking. En gelukkig is het dan gepatcht. Of gaan ze in ieder geval patchen. Waardoor mensen die me durven te doen. Eén van beide. Laat even achter in de comments. Want ik ben echt benieuwd. En ik heb gezien om dat te googlen. Ik denk, hé, waarom niet? Als je toch YouTuber bent. Dan kun je gewoon een video erover maken. En dan gaan mensen erop reageren. En dan weet je alsnog het antwoord. Ook leuk. Dan kun je lekker over discussiëren in de comments. Hartstikke leuk, toch? Mo-ups. Er zijn nog steeds mensen die natuurlijk nu MW3 kopen. Die wat jonger zijn. Die bijvoorbeeld zijn begonnen bij Black Ops 2. Of zijn begonnen zelfs bij Ghost nu. En ook doorhebben dat het gewoon een tyfus game is. En dus gewoon switchen terug naar lekker naar MW3. Een echte game. En dan kan het zo zijn natuurlijk dat je geen mo-ups gehaald hebt. Heb je nog geen mo-ups gehaald, dan is dat eigenlijk niet zo erg. Dat kan, hè? Dat maakt ook helemaal niet uit. Dan wil je natuurlijk weten, hoe kan je nou een mo-up halen? Een mo-up haal je eigenlijk heel simpel. Je moet eerst gewoon, je allereerste mo-up moet je goed kijken. Wat zijn je 2 favoriete wapens? En waarom zeg ik 2? Omdat je voor de ene map is het ene wapen beter en voor de andere map weer het andere wapen beter. En ik ga heel simpel zijn. Je moet ervoor zorgen dat je favoriete wapens zijn de MP7 en de ACR. Dat zijn gewoon de beste wapens. All around. Kijk, want je hebt ook sommigen vinden close quarters, de P90 een baas. Ik vind de UMP echt super goed, met range erop vooral. Er zijn gewoon wapens die komen wel in de buurt, maar over het algemeen, bijvoorbeeld een MP7, dat is close quarters heel erg goed. Extended Max en Silencer, je kan ook Rapid Fire en Silencer erop zetten. Dan heb je iets meer close quarters, iets meer leverage dat je de duel gaat winnen. En met Extended Max ga je natuurlijk gewoon iets meer kogels hebben, wat ook een voordeel is, al heeft de MP7 al heel veel kogels, hoor. Maar
close quarters, heel goed wapen. Deze map bijvoorbeeld, zeg ik, pak niet de MP7. Je kan hem halen hoor, het kan natuurlijk altijd. Je kan ook met een ACR op een bootleg of op een dome, hè, heb ik ook gehaald hoor, ook een MOAB halen. Kan allemaal. Maar het gaat erom dat je dus zorgt dat je weet welke map is groot, welke map is klein en welke map is middelgroot. Een middelgrote map, zeg ik altijd, pak de MP7. Omdat het ook gewoon long range, hij bijna gaat recoil, kan je echt heel goed raken. En close quarters redt hij je vaak toch uit bepaalde situaties. Ook hipfire en zo. Vooral met all specials, dat je ook steady aim hebt en zo. Pak dan de MP7. Dan zeg je natuurlijk, ja, de ACR krijg je heel laat. De MP7 krijg je zelfs pas bij level 70, geloof ik, hè, op mijn hoofd. Het kan ook een paar levels eerder zijn, maar in ieder geval heel laat. Dan kun je natuurlijk zeggen, als je prestige, ben je weer kwijt. Je kan hem dus meenemen, je kan een token gebruiken, of je kan gewoon niet prestige. Als je geen MOAB gaat, wil graag een MOAB, prestige daar gewoon niet. Ga gewoon eerst een game spelen en prestige gewoon niet. Kijk, dat, bij het begin deed ik het ook. Bij het begin prestige, als je een game koopt bij release, dan prestige ik het liefst meteen. Maar het kan ook zo zijn, hè, dat je zoals nu pas de game koopt, deze game is nu 2,5 jaar oud, dan is het toch niet meer zo erg welke prestige je bent. Ik zou gewoon niet prestige, gewoon levelen, alle wapens hebben, alle wapens lekker goud halen, gewoon prestige nul blijven. En als je dan echt een MOAB hebt gehaald en je denkt, nou oké, nu heb ik het gehaald, nu wil ik gewoon weer lekker levelen, dan kan je nog alsnog gaan prestige. Want het nadeel van prestige, het is wel leuk, het is daardoor wat een game gewoon meer verslavend, omdat je prestige, dat je gewoon weer alles opnieuw kan halen. Dat is een voordeel. Het nadeel van prestige is gewoon dat je alles motherfucking kwijt bent. En dat vind ik echt wel een groot nadeel. Dus ik ben niet echt een prestige. Je ziet ook, ik heb deze game nu 52 dagen gespeeld of zo. Hè, bij mijn stats, dus het is heel veel uren. Allemaal keer 24. En ik ben prestige 10. Je kon op een gegeven moment, ik kreeg een update dat je tot prestige 20 kon gaan. Fish is wel prestige 20. Ik ben gestopt bij 10. Ik vond het toen prima. Ik denk, nou, ik had toen ook een aantal mobs en andere prestiges gehaald. Ik heb er nu op deze prestige, de prestige 10, heb ik er 100 gehaald. En ik had er al een stuk of 20, 30, denk ik. Dus ik heb iets van, sorry, 130 mobs, denk ik, schat ik in. En tussen de 120 en 130. Ik vind het prima. Het aantal mobs zegt niet of hoe goed je bent of wat dan ook. Want ik faal toch vaak op een hoge streak. En dat komt meestal omdat ik te veel rush. En ik ben de laatste tijd iets meer conservatief gaan spelen. Iets meer letten op dat ik die mob haal. Dat we het live steeds proberen te halen. En dan zie je ook dat ik er veel haal. En had ik er altijd zo gespeeld, had ik er nou waarschijnlijk wel 500 gehad, bij wijze van spreken. Maar ik ben gewoon echt een type die, ja, domme dingen doet op een 20 streak. Omdat ik gewoon eventjes toch probeer binnen 2,5 of 3 minuten de mob te halen. In plaats van denk, nou ja, 3,5 minuten is ook goed. Dat ga je vaak toch de mist in. Je kan beter gewoon soms denken, als je bijvoorbeeld als je met 18 kills hebt, dat je denkt, nou ja, prima zo. Ik ga lekker campen en ik heb hem uiteindelijk. En dat doe ik dan weer net niet. Of ik ga campen en ik faal nog. Ik ook wel eens, dat gebeurt niet eenmaal natuurlijk. Dat is eigenlijk wel een afgang, maar. Nou, wat nog meer belangrijk is, als je voor mobs gaat, is je perks. Wij spelen hier trouwens dus regular, waardoor het misschien niet zoveel actie lijkt. Dat kan ik dus niet veel doen. Maar ja, Ground War, we waren bang voor hackers. Die is een paar dagen geleden opgenomen. Toen bleek dat er niet veel hackers waren, maar dat wisten wij dat natuurlijk niet. Ik begin eigenlijk met een assault rifle altijd met quick draw. En je ziet als ik spawn, nu spawn ik met Blind, ISS en een Stalker, omdat ik dus omdat de bullshit tegenkreeg of veel UAV's tegen, dan switch ik naar deze klasse. Wat je dan moet doen is zo snel mogelijk Slide of Hand en Scavenger unlocken. Hè? Want je moet natuurlijk niet out of bullet komen en Slide of Hand is gewoon handig. Ik unlock als eerst Hardline hier. Ik kan beter misschien eerst Slide of Hand doen, maar een ACR reload vrij snel. Dus dan doe ik dat als bijvoorbeeld een MP7 een Stealthy klasse heb. Ik noem het Stealthy klasse. Dan pak ik altijd als eerst Slide of Hand met een MP7 gewoon veel langzamer reload dan de ACR. Dat zijn ook allemaal dingen waar je over na moet denken. Maar als ik nou zeg gewoon, ik ga gewoon, in het begin van de match begin ik nooit met Blind ISS. Dan begin ik altijd met Scavenger Pro, Quick Draw Pro en Stalker Pro. Pak niet Marksman. Marksman heb je niks aan wat dat betreft qua Pro. Want je hebt, Marksman heb je heel veel. Marksman zorgt ervoor dat je de rode letters ziet van de tegenstanders. Heel duidelijk. Zo met Sniper handig, maar is ook handig met een Assault Rifle natuurlijk. Maar het Pro gedeelte helpt alleen maar iets voor als je snipt. En je snipt natuurlijk niet dan. Als je met een Assault Rifle speelt, moet je gewoon een perk pakken. De Stalker bijvoorbeeld, die twee dingen doet. Stalker laat je streven en Stalker laat je dus het delayen, door de Pro versie ook, het delayen van equipment. Dus van baddies en van je IMS'jes en zo. Dus super handig. Super handig. Je hoeft helemaal niet op te letten waar je loopt. Niet op te letten of je een IE motherfucking D in je back krijgt. Kan ook niet in deze game gelukkig. Maar ik bedoel, het is gewoon handig. Dus pak die perk. Is belangrijk dat je daarmee begint. En Stalker begin ik hier dus ook gewoon mee. Hè, bij mijn Stealthy class. Scavenger Pro moet je mee beginnen. Omdat je dan met meer kogels start. Als je Scavenger Pro hebt. Hè, de Pro versie praat ik over. Daarom is het ook erg belangrijk om met Scavenger Pro te beginnen. Met name omdat je, als je met Extended Max en Assassin's speelt. Wat je natuurlijk meestal doet. Dan
dan hoef je niet meteen te reloaden. Je moet naar 2 kills reloaden, maar dan heb je intussen al Sleight of Hand unlocked. Want ik had lag dan als eerste Sleight of Hand bij mijn normale ACR-klasse. Dit is natuurlijk de hele tijd waar je nu tegenaan kijkt, de Blind Eye-klasse. Omdat ik niet meer terug was geswitcht. Ik had lang weer terug kunnen switchen, maar op een gegeven moment, het einde van de match, haal toch geen mob meer. Dus dan vet achter, denk je, fuck it ook maar. Je ziet, ik had hier een goede score, ik had hier geen mob. Dit was een warmdraaipotje, dan maakt je ook niet zo heel veel uit natuurlijk. Het zijn kleine tips die ik geef om te kijken, als je nog geen mob gehaald hebt, waar je op moet letten. Is belangrijk, 2 wapens, voor de grote maps eentje, voor de kleine maps eentje. En let op je perks. Denk er goed over na met welke perks je start, etc. En dan moet het eigenlijk niet zo'n probleem zijn om mob te halen. Het is leuk, het blijft ook verslavend. Elke mob die je haalt blijft weer leuk. Die eerste is natuurlijk de allermooiste met shaky hands, maar daarna blijft het ook gewoon vet. Mobs halen zijn vet. MW3 is vet. I love you. Check mijn kanaal. Bye. Bye.